Hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal. Ja, je zou het eens moeten zien. Het is lekker wijf, hoor. Zal ik eens even kijken? Kun je het zien? Oh, tyfus. Nou, in ieder geval een hele fijne hallo allemaal. Ik werd net even op de vingers getikt. Op de vingertjes getikt. Van Vincent. Zou jij niet een prijsvraag bekend gaan maken? En toen dacht ik, godverdomme. Maar ik wist het wel hoor. Maar het is niet exact 13 dagen later. Volgens mij had ik hem wat eerder... Ai, kijk eens, chagrijnig joh. Ik ben hartstikke knap. Maar goed. En wat er nog moet zijn, lekker weten. Maar goed. Ik wist het wel, maar het is niet exact... Jezus, het gaat lekker vandaag. Het is niet exact 13 dagen later. Want volgens mij heb ik hem wat eerder gepost. En volgens mij heb ik dit al eerder gezegd. Zal ik opnieuw een video opnemen? Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik ging de winnaar van de prijsvraag bekendmaken vandaag. En dat ga ik zeker ook doen. Maar ik hou jullie nog even in spanning. Want deze 13 dagen waren denk ik wel de 13 langste dagen uit jullie leven. Hè? Wie heeft er gewonnen? Wie heeft dat geweldig fantastische shirt gewonnen? Hè? Wie zou het zijn? Wie zou het zijn? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Want jullie hebben echt massaal allerlei dingen ingestuurd. Waarvan er maar een paar echt begrepen hadden waar het daadwerkelijk dan om draait. Want ik zei, gebruik jullie goddelijke creatiekracht. En dan gaan jullie mij mailtje sturen met een verhaaltje. Ja, daar heb ik natuurlijk geen tering aan. Weet je, doe wat creatiefs. En aan een briefje van, ja, ik moet het shirt winnen. Ja, kom op man. Is that all you got? Is that the best you can do? Dus die veeg ik gelijk van de kanshebbersbar. Ik veeg ze van de kanshebbersbar. Die gaan hem niet worden. Maar wie gaan hem dan wel worden? Want ik heb hele leuke dingen gekregen. Ik heb hele coole creaties gekregen. Een paar foto geshopte bullshit. Ja, lekker belangrijk. Ik heb heel veel coole dingen gekregen. Maar degene die heeft gewonnen, die heeft een mooie mannenclub anthem gemaakt. Ja. Die heeft dus mijn gedicht gepakt. En die heeft er een heel mooi lied van gemaakt. En op YouTube gezet. Dus die zet ik onder het filmpje, zet ik de link naar het anthem. En ja, die gozer heeft gewonnen. Dus ja, dikke respect daarvoor. Vanuit mijn kant, naar jou toe. En ja, dan... En vice versa natuurlijk. Wederzijds respect is dan wat wij hebben gegenereerd. En dat is hartstikke leuk. Dus een mooie mannenclub anthem door Erik van Doorn. Toevallig ken ik hem goed. Maar dat is niet de reden waarom die lul heeft gewonnen. Hij heeft gewoon de coolste creatie gemaakt. Dus dan verdien je gewoon die mooie prijs. Jongens en meisjes die verloren hebben. Ja, had je maar beter je best moeten doen. Weet je, de volgende keer dat ik vraag om jullie goddelijke creatiekracht. Doe er dan wat mee. En er komen zekerste weten nog heel veel mooie prijsvragen aan. Hallo, ik lijk wel een quizmaster. Hallo en welkom bij de quiz. Maar goed. Nou, hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal.